De Graafschap treft vrijdagavond op een door de coronamaatregelen lege Vijverberg nummer 5 Jong Ajax. De superboeren hopen in de week van het overlijden van Simon Kistemaker... Met een overwinning eer te bewijzen aan de legendarische trainer. Ja, je hebt het over de verhalen van vroeger. Je, je, ja, in deze tijd, op social media, komt zoveel voorbij. Dus je kan het ook, uh, kan het ook zeker niet missen. Dus daar heb je het met elkaar over. En uh, ja, voor de rest, uh, gaan we ons, ons best doen in deze wedstrijd. En uh, ja, het zou extra mooi zijn als het deze wedstrijd ook lukt voor, uh, voor Simon maken. Dan merk je, of merk je vooral bij, binnen de club, maar ook bij de supporters. Ja, wat een impact iemand eigenlijk gehad heeft, uh, ook op deze club. En, ja, ik moet zeggen dat is dan wel weer heel mooi, uiteraard. En ook mooi hoe de club en de supporters daar weer uh, mee omgaan. Dus ja, dan, dan zijn dat wel mooie dingen. Afgelopen weekend traden supporters meerdere stadions binnen met vuurwerk, waarna wedstrijden werden stilgelegd. Trainer Rijnier Robemond verwacht geen dergelijke situatie op de Vijverberg. Laten we hopen dat onze supporters uh, weten wel, uh, dat, dat het gewoon een hele negatieve invloed heeft uh, voor de club. En wij, ik moet zeggen, wij hebben niks te klagen over de steun van de supporters hier. Dus ik verwacht dat die daar uh, ja, wat verstandiger mee omgaan dan dat we de afgelopen weken uh, gezien hebben. De oefenmeester hoopt tegen een voetballend sterk jong Ajax dat de goede lijn van de tweede helft van Dordrecht uit doorgetrokken gaat worden. Vooral over de inbreng van de wissels is de trainer positief. Tot nu toe kunnen wij niet klagen over de wissels en, uh, en wat ze toevoegen als ze helemaal in het veld uh, komen. En dat moet ook. En, en daardoor maken ze het onze staf uh, moeilijk. En ook voor een concurrent maken ze het moeilijk dat ze, dat ze vol aan de bak moeten om. Uh, om zelf te presteren, dus dat is voor ons uh, hartstikke positief. Voor de graafschap is er nog afwachten welke spelers er vrijdag af gaan reizen naar Doetinchem namens jong Ajax. Maar de superboeren willen van hun eigen kracht uitgaan. Uh, natuurlijk, jong Ajax had een ploeg die, uh, met veel spelers die uh, heel goed kunnen voetballen. En ons is uh, de taak om dat zo moeilijk mogelijk te maken en uh, ja, zelf te profiteren van de ruimtes die ze laten. Verder moeten wij zelf aan de bal gewoon uh, heel goed zijn, zoals we heel vaak zijn. Om... Om ja, in dit geval Ajax ook in de problemen te brengen. Hè? Want, want die hebben natuurlijk ook genoeg zwakheden waar wij van kunnen profiteren. Ja, en dat, dat, dat is wel ook waar we het van de week over gehad hebben. Dus uh, ja, daar liggen ook wel kansen voor ons.